God, oh, dan netjes, hè? Tante Borstelmannetje, goedemorgen. Doe jij dat, doe ik het. Godverdorie, wat een wind. Ja, ik had de hele nacht had ik Anita Meijer in mijn hoofd zitten. Zeg je, wat heeft die ermee te maken? Ja, why tell me why? We zijn echt uit de tent gewaaid. Niet normaal. Ja. Maar goed, we staan voor de laatste keer op. En ook weer zo'n moment wat je s'nachts je auto neerzet en denkt, nou, oké. Het zal wel. Het zal wel. Nou ja, als ik hier zo naar kijk, dan is het, dat klopt het ook. Het zal wel. Autobankjes. Het is leeg. Ik denk dat we elkaar straks zien op de trek. Trek. Ik heb trek trouwens. Na onze avonturen in het takkenbos zijn we dan eindelijk aangekomen in de Punica-oase. Want ja, dit is hem toch. Ja, hier droom je van. Dit is echt prachtig. Inclusief camels in de bek. En natuurlijk weer flying motoren. Je ziet ze er nu even voorbij komen, denk ik, ergens achterin. Ja, daar, heen die. Leuk, hè? Dus, hey. Klaar voor de laatste 3 uur. De laatste 3 uur rally. En zonder dollar, maar moet je toch kijken. Yep. Het is een voorrecht om hier te mogen zijn. Zeg. Duizend vliegen in de auto. Fly away. We moeten stoppen. Het is gedaan met de tijd. Het is over. Onze Dakar is voorbij. Of nog niet helemaal. Eigenlijk doen we nog een stukje mee volgens mij. Kijk. Dat is ook grappig. Dat zie je toch ook niet vaak. Zie je? Dat zie je ook niet vaak. Nee, ik ga derde. Snap je? En dat is onze Paul. Nou, dan wil FaceTime wel wat, daar word ik ook wel gek van. Alsjeblieft. Maar het was een leuke tijd. We moeten naar het stadion, we moeten onze apparatuur gaan inruilen, zeg maar, teruggeven. Onze GPS-apparatuur. De trippies en de Eritrek. Dan moeten we natuurlijk nog een PCR-testje doen. En een staafje, strotje, neus, dinges. En om dan morgen weer. Morgenavond weer terug te mogen vliegen. Dat is toch wat? Een glimmende gezichtje ook. Lijkt wel de Goldman. Goldman. Goldfinger. Goed. Dus vanuit deze stoel zeg ik. Dank jullie wel voor het kijken. Namens Pallas van Bennekom. Grote vriend en piloot. En namens Paul Henning. Hey. Zie je volgend jaar. En ja. Als er nog iets te melden is, dan hoor je het hoor. Geen probleem. Later. We zijn nog niet klaar hoor. Nee. Want dit is het allerlaatste. De deelnemers. Time uitchecken. En we zijn waar we begonnen zijn. Bij het King Abdullah Sportcentrum. Wij zijn hier om onze apparatuur in te leveren. En dan gaan we een PCR-test doen. Wacht even. Eindelijk terug in Jeddah. En eindelijk terug in ons vertrouwde hotel. Crown Town Hotel. Hier, kijk eens. Oh, mooi. En ze zijn zo vereerd. Dus we hebben een ereplek voor de auto's. En de hele staf.
Hij heeft op ons gewacht. Moest even, want al PCR-test, dat dit, dat dat. Altijd te laat. Dus we zijn steeds meer Arabisch aan het worden. We komen gewoon altijd te laat. One, two, yes. Wat een ontvangst. Wat een ontvangst. Zo, gearriveerd in het hotel. Hebben we zelfs Bob meegenomen. Jawel. Wat is hier? Bob is er gewoon bij. Thanks to Bob.